7 augustus 2010, het is de nacht van de Kanaalparade. Het hoogtepunt van de Gay Pride, het feest in de binnenstad, is nog volop aan de gang als de dan nog bij het grote publiek minder bekende rappers Mr. Probz en Flex samen met een vriend over de Herengracht lopen. Ze komen van een feestje in Club Reen aan het Rembrandtplein en willen naar het Leidseplein. De sfeer is uitstekend te noemen. Maar dit zal snel veranderen. Het drietal loopt over de Herengracht en willen links afslaan richting de Nieuwe Spiegelstraat. Op de hoek van het ingaan van de straat botst Flex tegen een groepje jonge Marokkanen aan. Het leidt tot wat snauwende woorden, dan raakt bij Flex een gevoelige snaar. Hij slaat een van het groepje in elkaar. Mr. Probz komt aanrennen en voordat hij het weet schiet iemand rapper Flex neer. Secondes later staart Mr. Probz zelf in een loop en wordt ook geraakt. De schutter? Op dat moment een grote onbekende voor de politie. De groep vlucht weg via de Herenstraat en de twee neergeschoten rappers liggen zwaargewond op de Nieuwe Spiegelstraat. De schutter bleek niemand minder dan Rida Bennajem, op dat moment 19 jaar oud. Een compleet onbekende voor de politie. Maar dit blijft niet onopgemerkt bij de zware criminelen. Om zijn gedragingen enigszins te begrijpen moeten we even terug in de tijd. Sinds zijn geboorte op 17 maart 1991 woont de jonge Rida Bennajem al in de Gulden Winkelstraat in de wijk Bos en Lommer. Een zogenaamde Vogelaarswijk. Een wijk waar sprake is van ernstige problemen rond wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De school waar hij naartoe gaat staat ongeveer 250 meter verderop. Daarachter bevindt zich de El Badr Moskee waar hij op zaterdag naartoe gaat. De jonge Rida heeft moeite op school, veel last van concentratieproblemen, ruzie op school en vaak onverklaarbare woedeuitbarstingen. Bovenop dat alles gaan zijn ouders scheiden als Rida 8 jaar is. Een ingrijpende verandering in zijn leven. Zijn moeder heeft het zwaar, nu ze voornamelijk in haar eentje voor het gezin moet zorgen. De kinderen zien hun vader namelijk maar 1 keer in de week. Na de Multatuli-school gaat Rida in 2005 naar een reguliere VMBO-school in Amsterdam. Uiteindelijk zal hij in 2007 op het Altra College ingeschreven worden. Het Altra College is een VMBO-school waar onderwijs en jeugdzorg met elkaar zijn verbonden. Er zitten leerlingen met allerlei soorten problemen op. Maar ook op het Altra College kunnen ze Rida niet bewegen. Hij stopt met school. Hij belandt op straat. Hij voetbalt, hangt wat rond en haalt streken uit die pubers op die leeftijd uithalen. Daarnaast is hij veel te vinden met zijn beste vriend Saïd el Yazidi. Saïd is echter een compleet andere jongen dan Rida. Hij komt uit de Kolekit-buurt, net naast de A10. Heeft op het Marcanti College gezeten, maar zonder diploma weggegaan en heeft aansluitend een diploma behaald in de installatietechniek. Hij werkt al een aantal jaar bij het marketingbedrijf van zijn neef. Daarnaast zijn ze veel te vinden in een buurtcentrum die hangjongeren een plek bieden om te ontspannen. Kort na de schietpartij met rapper Probz en Flex komt Rida aan een dvd-serie van Corleone. Deze heeft de maanden daarna grote invloed in de buurt. Ook voor Rida Bennajem is de serie een inspiratiebron. Na een tijdje komt hij de 21-jarige Abdelhamid A tegen in de buurt, ook wel bekend als Kikker. Hij overtuigt Rida om wat klusjes voor hem te doen. Hij verdient met die zogenaamde klusjes lekker bij. Is gul naar familie en vrienden en deelt graag zijn verdiende geld. Op 6 juni 2011 gaat het goed mis in de straat waar Rida woont. Een vriend waarmee hij ruzie heeft komt hem tegemoet lopen en er vindt een felle woordenwisseling plaats. Hij haalt zijn pistool tevoorschijn en schiet in het onderbeen van het 19-jarige slachtoffer. Het slachtoffer weigert de naam van de schutter te geven aan de politie. Rida Bennajem blijft dus wederom uit handen van de politie. Maar dat zal niet lang duren. 11 dagen later wordt hij alsnog opgepakt. Iedereen in de buurt denkt dat het voor de schietpartij in zijn straat is, maar het schijnt dat hij voor zijn nieuwe vrienden een klus moest doen die fout ging en hij betrapt werd door een oplettende man. Rida heeft deze persoon meerdere malen gestoken met een mes. Nu wordt hij wel veroordeeld. Hij krijgt 5 maanden celstraf en belandt in de P.I.O. Amstel, in de volksmond bekend als de Bijlmerbaaiers. Als hij vrijkomt wil Rida zijn leven verbeteren. Dit houdt hij echter maar een maand vol. Na een maand buiten te zijn plant hij samen met 2 vrienden uit de buurt, Haki en Issam. Ze gaan van Amsterdam naar Leiden richting juwelier Herscholt. Rida gaat als eerst naar binnen en heeft een zwarte jas met een bontkraag op zijn capuchon. Hij bedreigt direct de juwelier, de andere slaat met een klauwhamer de vitrines in en weer een ander haalt de juwelen eruit en stopt deze in een boodschappentas. De overval duurt iets meer dan 1 minuut. En dan zijn de daders alweer op de vlucht. Ze vluchten uiteindelijk via steegje naar de Apothekersdijk langs het water. En willen via de daar gestalde scooter wegkomen. Maar de scooter start niet en de daders vluchten daarbij allemaal een verschillende kant op. De politie is inmiddels ook ter plaatse. Rida schiet van 4 meter afstand op de politieauto. Er klinken meerdere schoten uit zijn revolver. Uiteindelijk ontkomt alleen Rida aan de politie. De andere overvallers, Issam wordt in Leiden gearresteerd en Haki wordt uiteindelijk van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Ook wordt er bij Rida's ouderlijk huis binnengevallen door een arrestatieteam, maar Rida slaapt al sinds de overval op juwelier Hesschol niet meer thuis. Issam krijgt 8 jaar en 9 maanden celstraf omdat hij geschoten heeft op de juwelier. Haki krijgt 4 jaar voor de betrokkenheid bij een gewapende overval. Rida staat daarna met zijn foto op opsporing verzocht en wordt door de politie op de nationale opsporingslijst gezet. Rida hangt steeds meer met de criminelen van de groep Hoesien, waaronder ook Abdelhamid Kikker, die Rida heeft geïntroduceerd bij een andere topcrimineel, Benaouf A. Bekenden van hem spotten hem vaak in Shisha Lounge Ferroes. Daar zit de harde kern van de groep. De groep is echter niet blij met Rida nu hij op de nationale opsporingslijst staat en zijn 2 buurtgenoten opgepakt zijn door de politie. Hij ontmoet hier ook Suhail Laghir. Dit is de financiële man van de groep volgens de criminele inlichtingen-eenheid. Rida krijgt in april 2012 een nieuwe klus. Hij moet iemand omleggen. Het gaat om de dan 31-jarige Redouan Boutaka. De reden? Benaouf A vermoedt dat Gwennette Marta hem wil laten omleggen en heeft daarvoor Redouan Boutaka de opdracht gegeven volgens een tipgever aan de criminele inlichtingen-eenheid, die dat nieuws inmiddels ook heeft bereikt. Zondagavond rond 22 uur komen Rida en zijn metgezel aan bij waterpijpcafé de Shisha Lounge. Volgens tips en verdenkingen is daar ook Alexander Gielis bij aanwezig. De twee komen vanaf de Hemonilaan en steken de Van Wouwstraat over om Redouan te liquideren beneden in de Shisha Lounge aan de Van Wouwstraat. Daar houdt Alexander Gielis boven de mensen in bewang met een pistool. Rida loopt naar beneden en ziet Redouan zitten met zijn vrienden. Hij haalt een pistool tevoorschijn en schiet hem in koele bloede dood. Ze vluchten terug richting de Hemonilaan en stappen daar in de vluchtauto en verdwijnen. Ze worden nog gesignaleerd door camera's, maar uiteindelijk zonder succes. De politie is intussen met man en macht aan het zoeken naar Rida Bennajem, Amsterdams Most Wanted. Hij stond al op de nationale opsporingslijst, maar omdat de autoriteiten denken dat hij zich wel eens schuil zou kunnen houden in België, is Rida Bennajem ook door Interpol op de opsporingslijst gezet. Hij kan dus nu in 54 landen gepakt worden. Na die tijd ligt het voor de onderwereld even stil. Het is vakantieperiode en veel van de jongens reizen af richting Marokko. Rida kan niet mee omdat hij op de internationale opsporingslijst staat. De zomer is al lang afgelopen en Rida moet een nieuwe klus doen. Deze keer niet in Nederland, maar in België. Najeb Bouhbouh zou tot het andere kamp behoren en moet worden afgemaakt, zo stellen zijn opdrachtgevers. Op 18 oktober 2012 rijdt een witte Volkswagen Golf het terrein op van Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. Het zijn Rida Bennajem en zijn vriend Margano Pokorni. Ze wachten op groen licht. We komen eraan, stuurt Chris Bouwman naar een PGP-telefoon. Najeb Bouhbouh loopt met Chris Bouwman naar buiten en ook een vriend die Najeb mee had genomen, die zichzelf Dylan noemt, loopt mee. Rida en Margano stappen uit. Ze lopen richting Najeb Bouhbouh en beginnen tegelijk op hem te schieten. Najeb probeert nog weg te rennen, maar de kogels treffen doel en Najeb sterft ter plaatse voor het hotel. Ze stappen snel in de auto en rijden met hoge snelheid weg. Ze gaan richting Turnhout, daar staan bij Held City andere mannen te wachten. De witte Golf wordt achtergelaten op het parkeerterrein van de sportschool en Rida en Margano stappen in bij een BMW. Diezelfde auto wordt na 5 dagen uitgebrand gevonden door de politie in Amsterdam-West. Van de daders nog geen spoor. Na de liquidatie duikt Rida weer onder, hij gamet veel en bloot ook veel, hij wacht nog steeds op zijn geld voor de liquidaties. Maar dat geld komt maar niet. Dan gebeurt er voor Rida iets vreselijks. Zijn vriend Saïd el Yazidi komt om het leven bij een liquidatie in de staatsliedenbuurt. Rida is veel alleen, de paar vertrouwelingen die hij nog heeft komen af en toe wat brengen en komen in zijn appartement aan de Jacob Geelstraat. Deze straat ligt in de Amsterdamse wijk Slotervaart en ligt nog geen 4 kilometer van Rida's ouderlijk huis. Rida ontvangt op een gegeven moment een Blackberry-telefoon waar 2 namen in staan. 1 naam is Looney Tunes. Achteraf blijkt dat de Blackberry afkomstig was van een spy shop. Er is mee geknoeid, maar dat weet Rida niet. Rida gaat dan toch eindelijk betaald worden voor zijn geleverde werk. Dit laat Ena weten, die ook een contact is in zijn Blackberry-telefoon. Ze spreken af bij Café du Maroc aan de Comeniusstraat. Rida loopt naar de afgesproken plek. en komt in een hofje aan de Comeniusstraat de mannen tegen die hem geld zouden moeten geven. Maar dit gebeurt niet en Rida weet dat hij in de val is gelokt. De mannen trekken een wapen, Rida probeert nog weg te rennen maar wordt meerdere malen in zijn borst en nek door kogels geraakt. Hij zakt in elkaar bij een grijze Volkswagen Golf. Ambulances die snel ter plekke zijn proberen hem nog te reanimeren, maar het is te laat. Rida Bennajem sterft op straat. Rond 11:10 gisteravond treffen buurtbewoners een zwaargewonde man aan op een stoep van de Comeniusstraat. Ik zat televisie te kijken naar voetballen en ik hoorde ineens een enorme knallen. Ik dacht dat het vuurwerk was. Maar ja, ik heb een hond eventjes, dus om 11:15 laat ik hem uit. Ik dacht, nou, vol met politie. Maar ja, toen was die meneer al neergeschoten. Een andere buurtbewoner, die niet op camera wilde, is getuige van de schietpartij. Hij ziet een man om de hoek komen rennen die door 3 anderen achtervolgd wordt. Eén van de 3 schiet, zo zegt de buurtbewoner, zijn pistool leeg op het slachtoffer. Nou, ze hebben hem dus gereanimeerd. Maar hij mocht niet meer baten. Het slachtoffer is de 21-jarige Rida Bennajem. De Amsterdammer is een bekende van de recherche en stond op de nationale opsporingslijst. Bennajem werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een overval in Leiderdorp, waarbij op een juwelier en politiemensen is geschoten. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.